Goedemiddag, je kijkt naar een extra uitzending van het RTL Nieuws in verband met de grootschalige aanval van Hamas op Israël. Vanochtend vroeg werden vanuit de Gazastrook duizenden raketten afgevuurd op onder andere Tel Aviv. Palestijnse infiltranten zijn de grens overgestoken en in meerdere Israëlische steden zijn vuurgevechten gemeld. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Palestijnse organisatie de oorlog verklaard. Duizenden raketten, Hamas-strijders die door grenshekken heen beuken, gevechten op straat en burgers die vluchten voor hun leven. Israël lijkt totaal verrast door de aanval van Hamas. Het begint met een rakettenregen in de ochtend. Vanuit Gaza, het Palestijnse gebied waar Hamas aan de macht is, vuurt de terroristische organisatie naar eigen zeggen ruim 5000 raketten af. Ze komen neer in onder meer Tel Aviv, Jeruzalem, Rehovot, Gedera en Ashkelon. De rakettenregen laat een spoor van vernieling achter, bijvoorbeeld in de stad Tel Aviv. En de aanval van Hamas gaat een stuk verder. Op de grens bij de Gazastrook zijn op meerdere plekken gevechten op de grond. Leden van terreurorganisatie Hamas hebben Israëlische soldaten doodgeschoten en gekidnapt. Ook meerdere burgers overleven het geweld niet. Ezrachei Israël, anachu bemilchama, lo bemivtza. לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. Er volgen tegenaanvallen van het Israëlische leger. Gaza stad ligt onder vuur en ook daar zijn mensen hun leven niet zeker. Hamas valt Israël aan en Israël slaat hard terug. Het ziet er niet naar uit dat deze geweldsexplosie snel zal stoppen. En we gaan naar Olaf Koens, onze Midden-Oosten-correspondent. Ja, Olaf, hoe groot is deze aanval op Israël? Antoine, dit is echt ongekend groot. Het is niet te vergelijken bij bijvoorbeeld de laatste oorlog tussen Hamas en Israël die we zagen 2 jaar geleden. Het verschil hierbij is dat er nu ook wel raketten worden geschoten vanuit Gaza naar Israël. Maar dat ook de Palestijnse terreurorganisaties, dan met name Hamas, Israël infiltreren. Dat gaat op allerlei manieren. We hebben zelfs vanmorgen vroeg gezien dat paragliders, parachuten met een klein motortje eronder, dat die vanuit Gaza naar Israël trekken. Op verschillende punten is dat hek wat er om Gaza heen staat, is doorbroken. En er zijn dus straatgevechten in Israël geweest. En misschien zijn sommige daarvan nog steeds gaande. Hamas-militanten, Hamas-terroristen zijn erin geslaagd om een militaire basis binnen te dringen. Dat is allemaal iets wat we nooit eerder hebben gezien. In ieder geval niet in de tijd dat ik het me kan herinneren. Ongekend groot. Deze aanval. Ja, en hoe reageert Israël op deze aanval? Ja, je ziet in de eerste plaats natuurlijk dat de mensen die in de buurt wonen van die grens met Gaza, daar zijn een paar kibboetsen, daar zijn een paar kleine dorpjes, ja, die slaan rennend op de vlucht. De beelden zijn echt ongelooflijk. Niet gek natuurlijk wanneer die Hamas-militanten daar rondrijden, lukraak mensen doodschieten, mensen gijzelen. Deze mensen slaan op de vlucht. Ja, en dan zie je dat er in andere delen van Israël natuurlijk ook paniek is vanwege die raketaanvallen. Nou zijn ze wel wat gewend in Israël. En veel huizen hebben schuilkelders en dergelijke. Maar ook daar realiseert men zich heel erg goed dat dit groter is dan wat we hier ooit eerder van hebben gezien. Oké, Olaf, we komen zo nog even bij je terug. Ja, de Verenigde Staten en Europa hebben de aanval van Hamas scherp veroordeeld. Premier Rutte zegt het recht op zelfverdediging van Israël volledig te steunen. Als je de beelden ziet, die zijn vreselijk, die zijn ongekend. Ik heb vanmorgen gebeld met Israëlse collega Bibi Netanyahu en ook gezegd dat Nederland achter Israël staat. Dat we deze aanval veroordelen
en dat wij volledig erkennen het recht van Israël om zichzelf te verdedigen. Terug naar Olaf Koens. Ja, Olaf, hoe eindigt dit? Nou ja, laten we beginnen met hoe het er nu uitziet. En dan moet ik heel even spieken. Er zijn minstens 100 Israëlische doden gevallen en meer dan 740 mensen gewond geraakt, volgens Israëlische media. En aan de Palestijnse kant zien we bijna 200 doden en meer dan 1600 mensen gewond. En wat nu heel belangrijk is, is dat Hamas erin geslaagd is om Israëlische burgers te kidnappen, om die uit Israël te halen en naar Gaza te brengen. Wat daarmee gebeurt, dat weten we natuurlijk op dit moment niet. Ik kan alleen maar mijn hart vasthouden, ook voor de manier waarop Israël terug zal slaan. Want dat zal het zeker doen. Oké, Olaf, dankjewel voor nu. Om 6 uur spreken we je uiteraard weer. En tot zover deze extra uitzending van het RTL Nieuws. In onze app en op onze site houden we een live blog bij over de situatie in Israël. Wij zijn er dus weer om 6 uur. Graag tot dan. Goedemiddag.